Hallo Pietje Belkijkers. Vandaag zijn we in de Heer Frankenstraat en we rijden hier net langs een hele grote kerk. En er is een huis bij, dus laten we daar eens aan gaan bellen. Eens even kijken, wat staat hier? Wim en Ria Rijnsburger. Ik ga aanbellen. Let's go! Goeiedag meneer, mag ik u wat vragen? Wij zijn van Siniak Pietje Bel en wij vroegen ons af of we bij u op de koffie mogen. Tuurlijk mag ik op de koffie mogen. Ja, echt? U woont hier trouwens? Ik woon hier, ja. Jawel. U bent nu beneden en hierboven wonen. Handig aan, hier op de koffie. Nou, waar zijn we vandaag weer terechtgekomen? Wat is uw naam? Ria Rijnsburger. En uw naam? Wim Rijnsburger. Goeiedag. En waar zijn we precies terechtgekomen? Want dit is weer een hele bijzondere plek. U woont niet zomaar in een gewoon huis, hè? Nee, het lijkt eerder op een kasteel. Want waar zijn we precies? Jullie zijn terechtgekomen in de Lutherse kerk in Rotterdam. In de hoek Gordelweg, Heer Frankenstraat. En we wonen in het gebouw, wat helemaal omringd is door een ijzer hek. En met een tuin in het midden. Het is eigenlijk een klein kasteeltje. En zijn we kosten in. Dus daar hebben we de werkzaamheden in. En schoonmaken en kleine reparaties. Tuinonderhoud en alles hang- en standdiensten die er in het gebouw te doen zijn. En zo oppervlakkig denken we dat het alleen zondagsmorgens is, maar minimaal 6 dagen in de week is hier in dit gebouw wel iets te doen. Het zij van bejaardengym tot een hele kerkdienst. En dat bevalt ons heel goed. En mag ik vragen, hoe oud is deze kerk eigenlijk? Die kerk is geopend in 1949. Het was het eerste grote gebouw. Eerste kerk die gebouwd is na de oorlog. Hij is in de oorlog gebombardeerd in de stad en hier weer opgebouwd. En mag ik vragen, wat is het meest bijzondere evenement wat er ooit hier in de kerk heeft plaatsgevonden? Of is het allemaal echt gewoon kerkdiensten? Of is er ook wel eens een trouwerij? Of? Ook wel eens een trouwerij. Enkele keren een begrafenis. En ja, doopdiensten zijn altijd leuk natuurlijk. En verder zijn we wel eens, bevestigen we een dominee. Dat is wel een feest en een buitenverlichting aan de kerk was ook heel leuk. Nou vind ik het heel erg leuk dat we in uw huis zijn, maar eigenlijk zou ik ook wel heel graag even de kerk willen bekijken. Kan dat? Dat is mogelijk. Ja, dan gaan we naar beneden en dan gaan we door, komen we in de hal en dan gaan we... Hier beneden hebben we drie kamers. En dan lopen we een gang door en dan komen we zo in de kerkruimte. Ja. Nu? Ja. Oké. Okay. En storen we dan niemand? Nee, op het moment storen we, dat gaat goed. Dit is mooi. Het is veel groter dan Stijn natuurlijk, denk ik. Waar wordt dit voor gebruikt? Dit is kerkraadsvergadering, dat is eens in de maand. Is dat zangoefeningen, ook een zangles wordt er tegenwoordig ook ingegeven. En, kinderkerk, catechisatie. Dus
Vroeger, heel vroeger toen het gebouwd werd, dus in de jaren 49 toen is die kerk opgeleverd. Dan werd die alleen gebruikt voor de kerkenraad. Die mocht alleen inkomen met de dominee. Maar de tijden zijn veranderd. Dus nu wordt die voor verschillende culturen en verschillende activiteiten gebruikt. Maar we proberen hem altijd nog wel zo netjes mogelijk te laten. Alles proberen zo netjes mogelijk. In, Maar de schilderingen op de muur, die zijn best modern, de hè? De schilderingen die zijn in Dorf en Iersel. Zijn die aangebracht in de, aan de muur. Dat waren zijn eerste werken. En dat is ook een bekend kunstschilder. Ook in, niet alleen in Rotterdam, maar ook in heel Nederland. Een keer terugkomen om nog sommige dingen die jullie nog niet gezien hebben, om ons even nader naar boven te gaan of zoiets. Om ons even gezicht over de stad. Nou, dat gaan we zeker doen. Ja, we gaan de toren nog een keer beklimmen. We gaan nog een keer de toren, daar gaan we nog een keer met goed weer. Maar dan gaan we eerst nog even in de training. Nou, nee, dat valt wel mee. Dan doen we rustig aan. Nee, dat valt wel mee hoor. Dat valt maar 132 treintjes maar. Nou, hartstikke bedankt. En tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.